Yo gasten, welkom terug bij deze nieuwe video op dit kanaal. Mijn naam is Guus en vandaag zijn we hier met de derde aflevering van Road to Champion Division. In deze aflevering ga ik net zoals vorige keer naar Salty Springs, want we hebben vanuit Salty een heerlijke game met 20 kills kunnen neerzetten, waardoor we nu nog maar 2 punten nodig hebben om de volgende division te behalen. Ook vandaag ga ik nog steeds lekker rushen, gewoon pushen en we gaan ongeveer bij de 200 punten pas een beetje safe spelen en echt die endgame laten zien. Dus wordt het nu een kwestie van goed landen, wat beginkills oppakken en daarna gewoon de hele game uitspelen. Nou, dat zou niet het moeilijkste hoeven te zijn. Dus ik hoop dat jullie er weer zin in hebben. We zijn alweer bij de derde aflevering aangebroken van deze serie. Het gaat super goed. En we hebben gelijk al een paarse shotgun. Daar hou ik helemaal van. Oh, 2 shotguns, 3 shotguns. Ja jongens, dit is het overpowered huisje. Dat is echt niet gezond. Maar ik hoef alleen maar deze. Jammer genoeg geen schild, maar misschien krijgen we dat nog. Schild klinkt echt heel raar eigenlijk. We gaan gelijk deze pushen, want als het goed is deze week van de fight van daarnet. Killsteal. Very nice. Give me those kills, boy. Als het goed is lag je ook nog een rift. Die ligt denk ik daar in de ster. Nou, dat zijn al 2 kills. Heerlijk. We hebben nu al de volgende division bereikt. Want dat was 75 punten volgens mij om de volgende division te behalen. Dus daar zitten we nu al in. Dus dat is nice, jongens. Dat is heel chill. Voor de mensen die trouwens meedoen met de serie. Dus die bijvoorbeeld ook net beginnen met Arena. Hoe gaat het bij jullie? Hebben jullie al veel punten? Als er nou dingen zijn die niet lukken, laat het dan even weten. Want misschien kan ik je dan helpen in de comments. You never know. Aim on point. There we go. En de World Cup is trouwens afgelopen, jongens. En Arena is er nog steeds. Dus we kunnen gewoon doorgaan met de serie. Heel chill, heel chill. Dus dat gaan we ook zeker doen. En het is geen geheim, want iedereen kan het gewoon zien op Fortnite Tracker. Jezus, wat is deze gozer aan het doen? Laat me even deze gozer killen. Voordat ik verder ga met mijn verhaal. Oh, ik kan daar niet bouwen. Ja, je kan niet wegrennen, man. Wat denk je? Nou, waar was ik gebleven met het verhaal? Mijn earnings van Fortnite. Het is geen geheim, want iedereen kan het gewoon zien op Fortnite Tracker. Als je benieuwd bent, ik heb in totaal 1800 euro als mijn 30% eraf is gemaakt. Ik had, ja, zonder tax eraf had ik volgens mij 2100. Dus een heerlijk bedrag. Ik ben super blij mee. 10 weken gedaan en 2100 euro verdient is zeker niet slecht. Trio's gaat er aankomen, dat heeft Fortnite al een beetje verteld. Dus ik kijk daar ook naar uit en hopelijk gaan we daar ook nog wat geld pakken. Maar ja, heel blij met de eerste soort van competitive tournament dat ik echt gewoon chill heb kunnen spelen. Dus ja man, 2100 euro, echt dope. We gaan zien wat we er nog van kunnen gaan maken man, in de rest van de competitive Fortnite te zien. Oké. Misschien kunnen andere mensen mij leren hoe ik moet aimen. Dat zou ik echt heel dope vinden. Maar gelukkig maakt het niet uit voor deze mensen. Want ik heb ze gewoon gekilled. Oh. Deze man is wide 55. Kunnen we gelijk hitten? Wow. Get over here, boy. Nee, nee, laat me daar. Oh, laat me hierin. Alright, 5 kills. 79 punten. Oh, we hebben hem gekilled. Hij is doodgaan door fall damage. Hoe dan? Hoe is hij doodgaan door fall damage? Zeg niet dat hij hier zo van de rand is afgegaan. Ik denk serieus dat hij hier naar beneden is gevallen. Dit is de enige plek waar je echt zulke fall damage kan krijgen of zo. Nee, niet. Want anders had zijn loot hier wel gelegen. Oké, apart, apart. 6 kills. Nou, ik neem het. Ik vind het helemaal prima.
Hebben we iets van rotation? Nee. Oké, dan gaan we deze maar gewoon even pushen, want ik wil deze kills wel pakken. 79 punten, 6 kills, heerlijk. Keep going, keep going. Yo, deze man die schiet een partij snijperkogels, dat is niet normaal. Oh, hij staat ook echt op die boom. Beter kan ik allebei... Oh, hij is al dood. Nee. Very nice. You love to see it. Yo, GG's, boy. Sorry, man. sorry voor die kill. I'm so sorry. Geef me een redeploy maar voor als ik een build battle aanga met een gekke pro die ook dit zit te doen. Dan kan ik tenminste redeployen. Zo, oké. Ik heb nu wel een best een goede loadout. Daar ben ik heel erg blij mee. 7 kills, 28 man remaining. 80 punten. Kunnen we deze game 100 punten halen? Dan moet ik nu nog 10 kills en placement. Oké, is te doen. Laten we even door gaan pushen. Want dat is serieus wel chill als ik deze game 100 punten haal. Dan gaan we even in de slipstream. Dan kunnen we snel roteren. Gaan we mensen opzoeken. 10 kills moeten doen zijn. Dan moeten we nu wel even mensen gaan vinden. Door middel van de slipstream. Ik kan misschien even heen redeployen. Dat is ook wat sneller. Oh, there we go. Punten voor top 25 al. Red ik de slipstream? Nee, ik ben er net onder. Hè? Ja, ik moet even omhoog gaan bouwen. O, daar is ook een launchpad. Ik hoor iemand glijden. Of niet? Oh my god, ik haat dit ding. Volgens mij een tilted, man. Ik weet niet zeker. Ik denk een tilted, jongens. Ik denk een tilted. Ja, ja, er wordt hier gebouwd. Oké, laten we op het gebouw doen. High ground is key, jongens. Ga altijd voor die high ground. Dat gaat je helpen. Oh, hell no, dude. Hell no, wait a minute. Oké, even rust jongens, even rust. Ik ben even wat weaker dan ik moet zijn op dit moment. Ik ben eigenlijk one hit en ik wil niet doodgaan. Dus pak gewoon nu je momentje jongens als dit gebeurt. Gewoon healen, geen stress. Ga je niet helemaal kapot stressen. Je kan nog steeds gewoon een paar edits gooien op deze man. Je kan nog steeds gewoon edits gooien op deze man. Oké. Die mogelijkheid is er ook. Dankjewel voor de shield. Appreciate it. Had hij nog heals? Niet echt. Alright jongens, kijk. Zoals jullie zien, we hebben het gewoon overleefd. Oké. Geen stress, jongens. Dit keer ook geen stress. Misschien een beetje. Misschien een beetje stress, jongens. Oh, hell no. Hell no. Geen stress.
Heb ik trap? Ik heb traps. Kijk, dat was zo, echt zo sloom. Geen stress, jongens, in deze situatie. Just calm down. Zo, shield is weg. En hij is dood, jongens. Geen stress. Rustig uitspelen. En je wint deze fights gewoon met gemak, jongens. Gewoon die edits gooien. Soms moet je gewoon even lang over een fight doen. En dan overleef je het wel, jongens. There we go. 9 kills. Heerlijk. En we gaan door, jongens. En we gaan door. Misschien was er wel een beetje stress. Oké. Ik zeg je heel eerlijk. Een beetje. Maar nee, maak je niet te veel druk, jongens. Ook al ben je op lage HP. Je kan nog steeds die edits maken. Zorg gewoon dat hij je niet raakt. Zo makkelijk is dat niet. Oké. Ik geef het toe, maar... Als je op low HP bent... Ga die boxfights aan. Als mensen in je box komen, gaan ze sowieso al meer stressen. Probeer dan gewoon voor boxfights te gaan, man. Ik zeg je heel eerlijk. In plaats van build battles. Dan gaat hij meer peaks op je krijgen. We gaan even deze airdrop pakken. Ik weet niet waar die nou precies komt. Oh, hier. Oeh, launchpad. Die wil ik ook wel. There we go, boys. Oh, I like it. Give me those heals, boy. Oh, ik wil die eigenlijk ook wel. Ja, ik neem deze wel. Die zijn chiller. Oké. Launchpad. Into the slipstream was helemaal de bedoeling. Oh, RPG, watch out. You love to see it. Give me those. Give me those, booty boy. Deze man wist echt gewoon niet wat er gebeurde. Dankjewel, jongen. Dankjewel. I like it. I like it very much. Niks qua rotation? Oké, dan niet. Oké, moeten we even door gaan pushen. Ik moest 17 kills hebben, jongens. Dan had ik 100 punten. Betekent nog 6 kills. Is te doen. Moeten we nu wel even iedereen gaan killen. Maar ja, dat gaat moeilijk worden als ik niemand zie. Ik wil wel een baller omhoog gaan. Ik kan niks... ik heb geen long range om uit de lucht te schieten. Maar we gaan wel gewoon de slips hierin. En dan gaan we die baller wel pushen. En dan gaan we het checken, man. Dan gaan we het zien. Jongens, ik vind series doen trouwens heel leuk. Ik vind het een hele leuke serie om te doen. Puur omdat ik arena spelen ook heel leuk vind. Maar weten jullie nou nog andere series die ik ook kan doen? Misschien een serie met een kijker? Laat achter in de comments wat ik... Ik geef ook om jullie ideeën. En ik leer er ook weer van. Dus hey, laat al je ideetjes achter. En misschien zit er wel een leuk idee tussen dat ik kan gaan uitvoeren binnenkort. Dus neem even je tijd. Plaats even een commentje. Als je toch bezig bent, doe je ook gewoon een like. En even een abonneetje. Ja, joh. Dan is dat helemaal goed, jongens. Dank jullie wel. Dat zou ik heel erg waarderen. Yo, GG's, man. Ik had iets eerder uit je ballen gegaan als ik jou was. Maar... Wel played. Oh, gimme those. Dan gaan we weer launchpadden. Oeh, deze man had... Oh, wat de hel. Had veel launchpads. Oké, volgens mij zit hier iemand scrims te spelen. Of is die al weg? Hij is al gone. Oh, build battle. Wait for me. Nee, you don't.
Oh, hold. Give me one sec, please. Oh, ik dacht dat hij ging heavy in mijn box. You just gotta hit those shots, boys. Was dat zijn glider die uitklapte? Oh, we moeten iedereen killen nu. We moeten iedereen killen nu. Anders hebben we geen 100 punten. We moeten iedereen killen. Snel, 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 snel. Heb ik nog een launchpad? Ja, ik heb nog een launchpad. Go, 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 go. Plaats, plaats, plaats. Oeh. Waar is iedereen? Waar is iedereen? Oh, no laser, no laser, no laser, no laser. Oh, how in the hell did I hit him? Kom op, Camperinos. Tijd om uit jullie one by one te komen. Het is tijd om uit jullie one by one te komen. Waar, oh waar. Zitten jullie? Ik hoor toch echt eentje lopen hier. Wait, what? Hoe hitte die rocket niet op deze man? Alright, we kennen het. Als die andere niet doodgaat door de storm, dan hebben we hem. Come on. Don't die to storm, boy. Don't die to storm. Ik wil dat die precies die 100 puntjes halen, jongen. Dat zou heel dope zijn voor deze aflevering. Dan hebben we namelijk in 3 afleveringen 100 punten gehaald. Dus oeh, hij heeft een sniper. En een heavy sniper ook. Yo, fucking boom. Je blokte gewoon mijn shot. Even deze reloaden. Hell yeah! Holy shit, ik miste zoveel shots. Eerste potje van de dag, hè jongens. We blamen het op het eerste potje van de dag. Heb ik een emote? Oh, ik kan niks emoten. Nou jongens, 17 kills. En eerste plek. Dat betekent dat we precies 100 punten gehaald hebben in deze aflevering. Derde aflevering, 100 punten. Super dope. Ik weet niet of we nu ook al een division weer omhoog zijn. Volgens mij moet je 125 hebben om weer een volgende division te krijgen. Maar dat gaan we nu zien. Als die gaat laden. Dankjewel. Oh. Gekke emote. Yeah, yeah, let's get it. Nou, ik hoef geen battle pass, dankjewel. Oké, okay, we zitten nu op 100 punten en moeten 125 punten hebben om naar de Contender League te gaan. Dus we zitten nu precies tussen de Open League en de Contender League. Dus we gaan volgende aflevering sowieso de Contender League behalen. En dan komen we al dicht in de buurt van de Champion League, jongens. Ik heb er heel veel zin in. Doe een duimpje omhoog als je het weer een leuke aflevering vond. Ik heb er weer van genoten. En ik hoop jullie heel snel weer te zien bij een volgende aflevering. En dat was het. Misschien dat ik vanavond live ben, wie weet. Deze video komt op dinsdag online, dus dan weten jullie dat ik misschien dinsdagavond nog live ben. En dat was het voor nu. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie heel graag weer bij een nieuwe video of livestream. Later.